Poffertjes klaar. Ik zat in de poffertjeskamer. Wat zag je toen gebeuren? Ja. Toen kwam er iemand op je af? Wij zaten in de poffertjeskamer met degene die eigenlijk dat van PowNews geregeld had. En die had op het kamp gezegd, als ze nou straks komen, tegen die lange die daar ook zit, hou je nou gedijns, weet je wel, ik ben niet gek op ze, maar... ik heb het zo geregeld en ze gaan een beetje positief willen ze over ons praten. Ja. Maar dat was dus valikant mislukt. Ja. Dus wij zaten aan de chocolademelk met slagroom. En er werd hij in één keer weggeroepen. Dus hij vloog ook op mijn fiets naar het kamp. Ja, en ik zat er lekker warm. Ik voelde me niet geroepen om ook naar buiten te rennen. Dus ik zag een politiewagentje, zag ik. Ik zag bij, er kwam er iemand zeggen bij de tramhalte, daar staat hij van PowNews, weet je wel. En, nou, diegene die het geregeld had, die kwam later terug. Die was helemaal in zak en as. Had hij eens wat goed geregeld. Ja. Was het helemaal in... Mooi is dat, maar dat plofkapje, dat heeft hij wel teruggekregen. Hij zei, hij stond er persoonlijk garant voor, want hij had met die jongen gebeld. Dat hij het plofkapje zou terugkrijgen. Maar dat weet ik niet. Maar het was echt een slapstick, het was echt iets, een vrolijk moment, zeg maar, tijdens het... Ja, ik moet zeggen, die jongen heeft in zover wel zijn belofte gestand gehouden dat hij toch iets leuks van gemaakt heeft. Ja. Het was niet zo negatief als gebruikelijk. Met PowNews ten aanzien van Occupy. Oké, waar is dit voor?